We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Tijdens de avond en nacht komen er in het binnenland regenbuien voor, terwijl er voor het kustgebied een kans is op een enkele regenbui. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich nevel of mist in enkele gebieden, vooral bosrijke gebieden. Morgenochtend zal het lokaal tijdelijk bewolkt zijn met mogelijk een regenbui. Gedurende de middag komen er perioden met regenbuien voor. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat het morgen lokaal winderig kan worden met windstoten en rukwinden.